Met een bod van 1,7 miljoen euro is het consortium Made by Holland uitgekozen om Paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te ontwikkelen. Het consortium maakt er een platform van voor innovaties en excellent ondernemerschap met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. 120 gegadigden waren er met plannen voor Paleis Soestdijk en het besluit is gevallen. Ja, na anderhalf jaar plannenmakerij, na hele intensieve processen die er geweest zijn, is vandaag door de minister het besluit genomen om Made by Holland de gunning te gunnen. Dus die mogen het paleis gaan exploiteren. Kunt u heel in het kort even zeggen wat er gaat gebeuren? Nou, er zijn een aantal activiteiten die ze daar willen gaan doen. Het wordt een innovatieplatform. Dat betekent dat het Nederlands bedrijfsleven daar de kans krijgt om haar innovatieobjecten tentoon te stellen. Dat zal in het paleis gebeuren. In het paleis komen ook een aantal hotelvoorzieningen. Er wordt aan de overkant, dus waar de koninklijke stallen zijn, daar wordt een evenemententerrein aangelegd, genaamd De Parade. En daar zullen de culturele activiteiten met name plaatsvinden. Dan moet u denken aan film, cultuur, theater en dat soort elementen. Dus een heel uitgebreid plan, zoals alle plannen die natuurlijk in de eindfase zaten, hele uitgebreide plannen hadden. In het paleis zelf blijven de zalen die er nu zijn, dat blijft intact, hè? Ja, de zalen blijven intact. Het is natuurlijk ook een rijksmonument, dus daar moet ook met zorg worden omgegaan met de elementen die daar zijn. De zijbeuken, de kolonnades, die zullen met name als tentoonstellingsruimtes worden ingericht. Dat is een plan. Ja, er komt ook een horeca. Ja. Ook op het terrein zelf. Dan denk ik bestemmingswijziging. Wat moet er allemaal gaan gebeuren? Ja, er moet nog heel veel gaan gebeuren. Er moeten op verschillende elementen moeten natuurlijk getoetst worden aan het bestemmingsplan. Dat is met het paleis zelf te maken. Dat heeft met het openbare karakter van de paleistuin te maken. Dat heeft te maken met het Marechaussee-terrein, waar men het voornemen heeft om 65 woningen neer te zetten. Maar dat heeft ook te maken met de situatie op het terrein van de Koninklijke Stallen. Al dat soort elementen, daar moeten ze een formele aanvraag voor gaan doen. En dan zullen wij het moeten gaan beoordelen zoals we elk bouwplan en elk initiatief en baren hier gaan beoordelen. En dan zullen we ook heel nadrukkelijk natuurlijk de omgeving bij betrekken. Nu heeft het gebouw 13 jaar leeg gestaan. Dus ja, ook aan het gebouw zelf zal het een en ander moeten gebeuren, denk ik. Ja, dat wist men toen men hier aan meedeed aan deze prijsvraag als het ware. Dat het Rijk zei van u kunt het van ons afnemen, maar u zult ook de restauratie voor uw eigen rekening moeten nemen. Dus daar heeft men allemaal rekening mee gehouden in hun planvorming. Aan de overkant van de weg, u zei het net al, daar gaat ook van alles gebeuren. Moet er dan een aparte oversteek komen of moeten die plannen nog uitgewerkt worden? Nou, de ideeën die er zijn, het is een provinciale weg die men eigenlijk het hele paleis doorkruist. Of het hele landschap doorkruist. Dat betekent dat er iets moet gebeuren voor de oversteekbaarheid. Men heeft daar ideeën over, of een brug of een tunnel. Maar dat zijn ook zaken die moeten worden uitgewerkt in samenspraak met ons en de provincie niet te vergeten. Maar dat zal voor rekening en risico ook moeten gebeuren van de ontwikkelaar. In december vindt de officiële overdracht plaats. Kunnen de plannen daarna ingediend worden of kan men vast beginnen? Nou, de plannen die zullen natuurlijk op dit moment verder worden uitgewerkt. We hebben vanochtend al de afspraak gemaakt met het consortium om direct met elkaar in overleg te treden wat er allemaal moet gaan gebeuren. We zullen ook intern hier binnen de gemeente een aparte projectgroep daarvoor gaan formeren om eigenlijk zo snel mogelijk de situatie zo te krijgen dat het paleis weer in volle glorie hersteld wordt. Ligt de besluitvorming van de plannen nu verder aan Baren? Ja, aan Baren, de gemeenteraad van Baren en aan de provincie. Want er zijn ook een aantal elementen waar de provincie over gaat. Dus uiteindelijk zullen de plannen hier door de gemeenteraad van Baren moeten worden getoetst op basis van het bestemmingsplan. Dat zullen we dus met de gemeenteraad van Baren gaan beleven. En ook met onze omgeving, met onze inwoners. Maar ook met onze buurgemeente Soest. Want die is daar ook nauw bij betrokken.